De wereldwijde crisis die COVID-19 heeft veroorzaakt, treft onevenredig veel vrouwen en meisjes, zegt minister Bronte Somaharjo van Binnenlandse Zaken in verband met de Internationale Dag van de Vrouw vandaag. Deze bijzondere dag, waarop er wereldwijd stil wordt gestaan bij de rechten van de vrouw, wordt sinds 1911 herdacht. De minister gaat in op het thema Vrouwen in Leiderschap. Een gelijkwaardige toekomst realiseren in een wereld die getroffen is door COVID-19. De volledige en gelijke deelname van vrouwen in alle besluitvormingsprocessen wordt wereldwijd erkend als essentieel voor het bereiken van gendergelijkheid en voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Dit wordt onderstreept in de internationale verdragen en committeringen die landen in de wereld waaronder de staat Suriname zijn aangegaan. Enkele oorzaken van de beperkte aanwezigheid van de vrouwen bij de besluitvorming op alle niveaus zijn onder meer het gebrek aan politieke wil, de extra beperkingen die jonge vrouwen ervaren in verband met genderdiscriminatie, schadelijke sociale normen en praktijken, maar ook geweld tegen vrouwen in het politiek en openbaar leven. Het laatstgenoemde wordt internationaal erkend als een schending van de politieke rechten van vrouwen en is een vorm van gendergerelateerd geweld. Internationale studies tonen aan dat geweld tegen en intimidatie van vrouwen in het politiek en openbaar leven schijnbaar toeneemt naarmate meer vrouwen toegang krijgen tot openbare functies. De bewindsman geeft verder aan dat er in Suriname nog geen onderzoek is verricht naar politiek geweld onder mannen en vrouwen. Hij laat wel weten dat nationale als internationale studies hebben uitgewezen dat in Suriname vrouwen achterblijven in besluitvormingsposities. En dat in de afgelopen 25 jaar ook een fluctuerend beeld in de deelname van vrouwen te zien is. Dat betekent dat wij meer dan voorheen gerichte en passende acties moeten ondernemen. Thans zijn er 15 vrouwen in de Nationale Assemblée en vanaf juli 2020 maken 6 vrouwen deel uit van de Raad van Ministers. Bij specifieke overheidsorganen zoals de Staatsraad, het Centraal Hoofdstembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau is er een stijgende trend van de deelname van vrouwen waar te nemen. Als minister, verantwoordelijk voor het genderbeleid en als jongen die vanaf mijn 12e, nadat mijn vader terug is gegaan naar Suriname, tussen vrouwen is opgegroeid, te weten mijn moeder, zusje en tante, kan ik u met trots aangeven dat op het ministerie van Binnenlandse Zaken 2 van de directoraten geleid worden door vrouwen. Dat de nieuwe directeur van CBB ook een vrouw is en dat verschillende afdelingshoofden en verschillende onderdirecteurposities ook worden bemand door vrouwen. Er zijn aanwijzingen dat de betrokkenheid van vrouwen bij de besluitvorming in de particuliere sector toeneemt en dat meer vrouwen worden geselecteerd in leidinggevende functies op basis van hun passende kwalificaties. Minister Bronte Somaharjo van Binnenlandse Zaken. De Nationale Assemblée heeft vanmorgen ook een buitengewone openbare vergadering gehouden in verband met de Internationale Dag van de Vrouw, waarbij meerdere vrouwelijke DNA-leden hebben gewezen op de positie van de vrouwen in de Surinaamse maatschappij.